Oh, deze gaan heen en weer. Oké, daar ga ik. Oh my god, oh my god. Je moet wel ook nog deze doen, hè? Oh jongens, oh help mij. Hij gaat weer los. Hij is niet... Ik kom weer terug. Nee, blijf daar. Ik klik hem wel vast. Blijf staan. Ja? Ja. Marvin, ik heb echt je hulp nodig. Oh, ik vind echt kut dit. Ik vind echt kut. Hey, waarom doe ik dit ook altijd? Ah, oh, ik vind het echt zo dom weer van mezelf. Nee. Oh shit. Marvin. Ja, komt goed. Oh, hij gleed mijn handen. Ik heb zweet. Je bent echt een rare jongen! Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. En zojuist is het ontbijt gebracht en... Oh, daar gaan we natuurlijk heerlijk van genieten. Want wie houdt er niet van zo'n lekker ontbijtje als dit? Iedereen lekker geslapen? Wij hebben lekker geslapen. Heel lekker geslapen. Francis heeft zelfs zo lekker geslapen dat ze een half uur nodig had om wakker te worden. En dat ik continu... Ik kon er echt niet uitkomen. Ik had erg moeite mee. Nou, dat is een goed teken. Ik moet ook zeggen dat ze echt lekkere bedden hebben. Oké, kom, we gaan! Zo, we doen houtblokje nummer 3, doen deur op slot en dan gaan we er vandoor. Een nieuw avontuur staat op ons te wachten. Schrok je ook van mij of niet? Ja, tuurlijk. Ik schrok echt hard van jou. In één keer, weet je wat ik in één keer om de hoek zag? En ik ook, ja. Oké, dames en heren, het is episch. Maar vandaag gaat het eindelijk gebeuren. De Knol Power Camper wordt gefixt. Yes! Woo! Let's go! Hij is koud. Tussen de bomen gezet. Wat? Dit is de eerste keer sinds dagen dat hij koud is, de camper. En de airco doet het nu. Nee, wacht. Nee, echt niet. Nee, ik wou net zeggen. Dat ga je niet menen. Daniel had hem geparkeerd tussen de bomen. Dus dan, dat is echt serieus bizar. Hoogte kan dus echt 5 graden verschillen. Maar ook bomen, de schaduw. En, of nou eigenlijk laat ik het zo zeggen. Tussen de bomen in, dus heel veel zuurstof. Koud, fris. Lekker. En dan heb je nog zeg maar 1 boompje die voor schaduw zorgt. Ook wel prima. En dan heb je zeg maar zon. Not good, not good. Dat is echt bizar hoeveel dat kan verschillen. Ja, niet normaal. Dat is echt niet normaal. Je blijft je altijd weer verbazen. Ik ben echt het apenzuur. Wat schrik je? Het apenzuur. Oké, dit vind ik een leuk spelletje. Dit vind ik een leuk spelletje. Wat wil je hebben? Ik jou eraf trappen. Nee, nee, wat wil je hebben? Mijn schoenen. Nee, maar hoe zei je dat? Jij zei echt zo alsof je... Mag ik van jou? Ja. Alsof ik kwartet aan het spelen. Mag ik van jou? Wat wil je? Mijn tas. Je tas? Ja, die heb ik. En mijn schoenen? Nee, die heb ik niet. Oh, jammer. Shit. En wat nog meer? Mag ik van jou? Mijn tas. Ja. En mijn schoenen? Nee, hem ook niet. Ah, nee, oh, shit. Misschien Daniel. Heb jij hem? dat moet dan wel. Dat moet Daniel wel hebben. Oh. Ja, dat deed seks. Het is over met geen! Wat doe je? Je doet toch een gordel om? Ja. Dit is een gordel. Oeh. Ze schrikt zich de apenzuur. Zo, daar zijn we. De plek waar hopelijk de camper goed wordt gemaakt. Hé, hey, wat heb jij een mooi mondkapje op. Ja, vind je mooi? Ja, ik vind hem nice. Hey, sorry. Sorry. Ah, hij wilde graag in de vlog komen, ik zag het wel. Ik neem een lekkere sappie mee en dan gaan we er vandoor. Yes, yes, yes. Camper laten we hier achter.
Biem. Doeg! Hopelijk heb je goed onderhoud. Oh, dit is lekker, jongen, deze airco. Niet normaal, hè? Oh. Zo, dit is wel echt ziek, hoor. We zitten nu in een Mercedes-Benz busje. En dit is echt wel een luxe uitvoering, hoor. Dat kan je ook zien hier aan de voorkant. En deze man, die heet Francis. En dat is wel toevallig. Hey! Hey. En toen zei hij van, ja, maar ik heb de mannelijke versie van Francis. Mijn naam schrijf je namelijk met Francis met een I. Maar dat is bij Francis ook zo. Maar dat is ook echt zo, hè. Als je mijn naam intypt op Google, dan zie je allemaal mannen gewoon. Ja, serieus? Dus je hebt eigenlijk een mannennaam? Ja. Maar ik is ook wel echt een meer mannennaam dan een vrouwennaam. Maar in Nederland komt het ook wel voor als een vrouwennaam. Ja, want ik heb nog nooit Francis gehoord bij een man. Nee. Maar het komt ook omdat jij de enige bent die ik ken met die naam. Amerikaanse ja, en het is een beetje een Nederlands. Ja? Voor mij is het Latijnse naam eigenlijk Francis. Oké. Okay. Ja, ja wel heel erg toevallig dan. Echt heel erg toevallig. Maar we zitten dus in een heerlijk busje, super chill, met echt perfecte airco. We moeten ons mondkapje wel ophouden, dat is verplicht in het busje, zegt hij. Dat vindt hij gewoon fijn, dus daar hebben we respect voor, begrijpen we, dat is logisch. Al helemaal als hij daar zo specifiek om vraagt. En weet je wat het toevallig is? Dit mondkapje hebben jullie nog niet eerder gezien. En dat komt omdat dit mondkapje gloedje nieuw is op knolpouwen.nl. Wil jij dit mondkapje? Dat kan. Ga dan naar knolpouwen.nl en daar staan ze nu op. Op dit moment dat jij dit ziet, staan deze op knolpouwen.nl. En zoals jullie hebben gemerkt, heb ik echt ontzettend veel knolpouwen mondkapjes de laatste tijd uitgebracht. Maar dat komt omdat elke keer als ik een mondkapje uitbreng, is hij gewoon binnen 2 uur uitverkocht. Het is absurd. Het record op dit moment staat anderhalf uur. In anderhalf uur uitverkocht. Dus ik heb geen idee hoe lang deze erop staan. Maar als je er graag eentje wil, zorg dat je snel bij bent. We zijn aangekomen bij Parco Aventura Il Gigante. Oftewel, volgens mij betekent dat iets van een heel groot park en het is een avontuur. Ik heb zelfs nog heel eventjes mijn oogjes dicht gedaan. Ik heb wederom weer eventjes, nou niet, het was niet echt slapen, maar het is bizar hoe luxe die auto is, joh. Dat is echt niet normaal. Elke drempel en hobbel vangt hij echt perfect op. Dat is echt sick. Maar goed, ik ben heel erg blij om te zien dat dit park... Ik hoor wat. Daniel. Slang. Wat is dat? Holy shit, is het een slang? Het zit hier. Oh mijn god, wat is het? Een vogel. Oh, het is een vogel, hij vliegt weg. Oh. Dat is eigenlijk het meest extreme, hè? Je had echt gehoopt op een slang. Ja, een boa constrictor, hoop ik eigenlijk. Die is heel giftig, of niet? Nee, dat is een weerslang. Oh. Maar kijk, hier zien we al een gedeelte van het parcours. Gaat super leuk worden, ik ben echt blij dat het tussen de bomen is hier, want het is wederom bloody hot today. Oftewel met een nog meer Australisch accent. Getting bloody hot today, mate. So what are we going to do today, mate? So today we're going inside these trees. We're just going to walk about. You see these branches and we're going to climb up. And then we're going to look out for the animals in the forest. Because they might bite you. You just got to be very careful. Walk about, put on your sunglasses, and then, what? Look, there's a snake! Oh. Hello. Hello! Ciao! Thank you. Nee, grazie. Grazie. Oké, zoals jullie zien heb ik de camera weer op mijn borst zitten. Ik ga deze grote camera natuurlijk niet meenemen. Stel voor hij valt en is hij kapot. Dus die ga ik hier in de locker doen. Ik heb er super veel zin in, dus geniet weer van dit mooie avontuurtje. En even tussen ons, hè. Dit is gewoon de laatste dag, dames en heren. De laatste dag. Gaat de tijd snel, hè. We hebben nu een kleine uitleg gekregen en Francis die gaat nu haar eerste jump maken en vliegen. Weet je het nog? Ja, ik weet het. Ja, die ervoor doen, die andere erop. Die erop. Ja. En dan kan je nu springen. Oei. Dit is de eerste zipline. En de achter. Thank you very much for your uitleg. Thank you very much. Enjoy. You are a real magician. Magic.
En magic. En magico. En ja, we gaan nu genieten van dit park. En wat ik heel erg leuk vind, is dat nadat je de uitleg hebt gekregen, mag je gewoon zelf lekker erop losgaan. En we hebben dus te horen gekregen dat je allemaal verschillende kleuren hebt en verschillende niveaus. En nu is het sowieso uitdagend om het op de volgende manier te doen. We gaan eerst blauw doen en dan gaan we rood doen en daarna zwart. En dan slaan we al wel 3 kleuren over, want je hebt volgens mij ook nog iets van geel en groen en nog een andere kleur. Dus we slaan al 3 over, want dat is echt heel laag. Dat is echt voor beginners en ook voor iets jongere kinderen. Dus we gaan gewoon blauw, rood, zwart. En zwart schijnt echt een serieuze uitdaging te zijn voor de volwassenen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ons te wachten staat. Ik ben laatst ook in een soort klimpark geweest als dit. Maar ja, we zijn nu in Italië. Dus iets anders dan een klimpark in Nederland, denk ik. En zipline vind ik echt het leukst. Ik zou ooit nog een keer ergens heen willen gaan waar ze alleen maar ziplines hebben over echt de meest prachtige plekken. Dat lijkt me echt mega vet. Maar goed, we gaan nu even lekker klimmen. Fren. Ja. We gaan nu blauwe parcours doen. Ja. Maar jij bent niet zo van blauw. Wat dan? Jij bent een beetje anti-blauw. Waarom ga je dan toch... Ik heb iets aan van anti-blauw. Ik dacht al van, waar komt het ook weer vandaan? Het zit in mijn broek. Je was wel scherp hoor, ja, je was wel scherp. Ja. Jij hebt dit nog nooit gedaan, hè, dat klimmen? Nee joh, ik doe echt alles voor de eerste keer hier. Superleuk. Oké, de eerste zipline is geweest. Leuk, hè? Ja. Komt-ie! Hallo. Hallo. Lekker, Fren. Op de helft, op de helft. Bij het blauwe weer op de helft. Kopje. Oh, die dames zijn net geklooien, hoor. Wacht maar tot we bij het zwarte zijn. Oh, nee. Ik denk dat jij degene bent die het meeste zijn broek poept bij het zwarte. Ja, ik ben benieuwd hoe Frans het gaat vinden. Ja, dat is waar. Heb je eigenlijk hoogtevrees? Nee. Nee. Nee, heb ik niet. Nee? Nee. Nee, ik heb dat ook helemaal niet. En zo wel. Ik begin steeds beter aan hoogte te rennen. Ja, dat vind ik wel echt knap van je. Ik denk Daniel. Rennen, Daniel. Sneller, kom op. Moeilijk hoor deze. Het is echt lastig, omdat hij best wel los hangt. Lekker Daniel, pootje over in die bocht. Oh ja, moet laag zitten hè. Laag zitten. Oké, we gaan door. Door. Oké. Hey. Jeetje, gaat smooth hoor. Zipline ding gebruiken. Dus die gaan met de magneten af. Hier erop. Deze daarop. En dan gaan we naar de overkant. 3, 2, 1. Yes! En daar komt Francis. Hi. Tutti frutti, tutta bella titta, titta putta. Ik ben echt blij dat we dit parcours doen. Bijna de hele tijd schaduw. Ja. Want het zweet loopt door mijn bilnaad. Oké, hier komen we wederom weer bij een zipline. Dus moet ik weer deze eraf pakken. Erop doen. Deze daarop. En deze zipline is echt heel lang, want die eindigt daar achter ergens. Dus ik ben heel benieuwd hoe hard deze gaat. Oké, daar gaan we! Oh mijn god! Ik ging draaien, dat wil je echt niet, want ik kom weer met je rug tegen dit ding aan. Oh, ik heb het gehaald.
Nu is Francis aan de beurt. Even snel dit loskoppelen. Daar komt ze! Ze is ook aan het draaien, ze is ook aan het draaien. Oh shit! Nee! Ja, nu moet je jezelf helemaal terugtrekken. Even je armspiertjes trainen. Nou, je hebt het gehaald hoor. Bijna, bijna, bijna. Ja! Yeah. Oké, dit zit helemaal goed vast. En als ik ga, dan is er een bepaald liedje. Wat jullie misschien kunnen herinneren van de vorige keer dat ik ging vliegen. Fly like a bird, only fly away. Oh shit! Oh mijn god. Hallo, het is meneer Knol, at your service. Hola! Oké, daar komt Daniel en ik denk dat Daniel echt heel hard gaat. Echt heel hard. Oeh. Ik heb mijn hand verbrand. Ja. Heb je hand verbrand? Nee, bijna. Oh. Ik voel me echt heel heet worden. Oh, hier kijk, die huid is helemaal net niet verbrand. Ja, maar jij gaat ook zo hard. Oh my god, ja, ik kan al mijn sprongetje. Ja, jij springt voordat je gaat. Ja, tuurlijk. Oh, je rent er gewoon op. Nou, Francis, hier moet je rennen. Rennen? Nee, rennen. Rennen? Je moet rennen. Zeg het eens. Rennen. 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 Hou alles goed in de gaten, ja. Want jij moet daar rennen. Gaan we. Doei. Oké, okay, Francis, rennen. Rennen. Nee. Daar ga ik, ja. Ik had trouwens niet verwacht, dames en heren, dat blauw nog zo lang zou duren. Dit is wel echt super nice. Het is hier echt super groot. Ja hoor, kom maar. Hij springt weer hoor. Ja, dit kan niet mijn hand verbrand. Hoppa. Er lopen hier Miron. Miron. Hé, hey, Miron. Miron. Allemaal Miron. Er lopen hier Miron. Allemaal Miron. Echt super veel. Wil je deze eraf halen? Ja, dit is de vriend van Milan, dus laat me heel. Ja, nice. Oké, we gaan weer ziplinen. Ze hebben echt veel ziplines hier, superleuk. Hey! Daar komt Spider-Man, daar komt Spider-Man! Spider-Man is de web, is de web, is de web! Yeah, lekker hoor, ik ben allemaal trots op iedereen. We hebben blauw gehaald, hè? Ook al was Francis anti-blue. Ze heeft hem toch gedaan. Vind ik hartstikke cool. We gaan nu even water drinken. En dan gaan wij opnieuw klimmen. Ja, sorry, is echt heel irritant. Ik weet het. Maar shout-out naar Jochem Meijer. Zijn show, joh. Dat is zo aanstekelijk. Dat is echt niet normaal. Hij praat daar met, in plaats van komen, komen. Het zal je maar overkomen. En gebeuren. Allemaal dieren. Je, allemaal dieren. In een vissenkom. Oh nee, dat niet. Maar je snapt wat ik bedoel. Toch? Ja, zeker. Lekker vlog on. Welk parcours gaan we nu doen? Rosso Due. Rosso Due. Dames en heren, dit is Rosso Due. Percorso Gecko Rosso Due. Dus dit is een gecko parcours. Let op, je moet 140 centimeter zijn en 10 jaar minimaal. Nou, dat zijn jullie allemaal. Hij doet het verkeerd. Doet hij het verkeerd? Ja. Ik ben de echte klimmaster. Luister allemaal naar mij en dan komt het allemaal goed. Are you a real? Are you a real climber? Or are you a fake climber? Ik zal je even laten zien, ja, wat hij fout doet. Ik zal je even laten zien. Nu vlieg je omhoog. Ik zou het je beloven. Een spin. Wow. Een spin? Ja, Naranja. Serieus? Ja. Ze zei Naranja. Ja. Oh, ik dacht dat ze zin had in Ranja. Spider. Naranja? Volgens mij is Naranja een spin. Ja, deze karabine. Deed hij hier aan. Ja. Maar als je dit naar beneden trekt. Ja, je hebt gelijk. Je hebt wel gelijk hoor, Myron. Oké, je moet hem aan het rode doen. Kijk, en nu kan je klimmen. En nu word je ook een beetje omhoog getild. Yep. Ondertussen is Daniel de spin aan het vangen die dat meisje zag. Gast, het is een piraatspin. Een piraatspin? Hij is groen. Oh, wat? Wow, wat ziek. Kan je hem eens op je hand doen? Ja, of is hij giftig? Hij gaat wegrennen, denk ik. Wow, die is vet. Oh, hij springt.
Deze zit normaal op een bloemetje of een plant. Hij springt gewoon. Ja, hij is boos, hij vindt het niet zo leuk. Wat hij doet, hij wacht op zo'n plantje, op een groen plantje. En dan komt er een vlieg of een vlinder, die komt zo even van het plantje wat eten of zo. En dan zit hij zo, bam! En dan springt hij erop. Ja. Geniaal. Ja, hij sprong echt best wel hoog. Zo plonk, plonk. Oké, lekker Myron. Woe! Oké, Myron, wat ga jij hier doen? Ik ga een Tarzan uithangen. Ja, want volgens mij zei die vrouw dat ook. Dit is een Tarzan jump. Wie zei dat? Die instructeur. Oh, hè? Die Francesca. Oh, heb ik niet gehoord. Ja, hier moet je aanhangen aan die touw. Nice. En dan in het net. In het net. Durf jij dat ook, de Tarzan sprong? Ja hoor. Je zou wel moeten. Dat gaan we gewoon doen. Ik kan niet meer terug, anders moet Daniel ook lekker in de lianen hangen. Hoppa! Deze is simpel. Dit is tot nu toe simpel. Myron is a skater girl. Ja? Zoals jullie zien, dames en heren, is dit best wel hoog al. Althans, hoogte blijft altijd wel moeilijk om te zien op film. Maar geloof me, als je op zo'n klein plateau moet staan, dan is het best wel hoog. Best wel lastig met balans vinden. Ja, de week is gek, joh. Hoppa. Je hebt 20 seconden om naar de overkant te komen. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, oh. 9, 8, 7. Ik ben er. Nice. Oh, je telde wel heel langzaam. Ik denk dat ik het net heb gered, die 20 seconden. Ja, denk maar het ook. Eén keer was ik echt eventjes bijna de lul. Oh mijn god. Oké, Myron. Dit is de laatste alweer van Rosso 2. De zipline als afsluiting. Woo! Hoppa. Lekker. Daar kom ik. Fla like a bird. Oké, eerlijk gezegd, en ik denk dat ik ook voor jou kan spreken, wij zijn klaar voor een grote uitdaging. Voor de zwarte, hè? Voor de zwarte. Yeah. Dat is de grande finale. Yes. Zo, ik doe deze even vast met het magneetje. Hop, ik vind het echt ideaal. Hier gaan. Hop, het in mijn kont! Oké, daar gaan we. Percorso Orango. Dus, oftewel de zwarte. Wow! Echt heel hoog. Zo, zal ik als eerste gaan? Ja, is goed. Oké, dan gaan we hier helemaal zo omhoog al. Best wel stel. Wow! Hé, dit wordt echt sick. Ja, hier ben ik voor in. Oké, dan ga ik, luidjes. Zo, deze gaat echt wel stel hoor. Ik denk serieus dat dit misschien wel het engste gaat zijn voor alles wat we gaan doen. Omdat dit echt super snel omhoog klimmen is. Oh! Ik ben er bijna! Yes! Wow, yo! Dit is echt spannend. Oh, ik zweer het je, dit is echt spannend hoor. Serieus mensen, dit is echt hoog. Ik vind het echt heel spannend, ik zweer het je. Ik vind het echt heel spannend. Myron komt eraan. En ik hoop dat ze mij een beetje moed in kan praten. Ik weet wat het is, ik moet altijd even wennen. Ja, serieus. Ik moet altijd even wennen aan de hoogte. En als ik hier heel even aan gewend ben, als ik hier even 5 minuten ben, dan gaat het wel. Ja, dan gaat het wel weer. Dus ik weet zeker, als ik een paar dingen heb gedaan, dan gaat het al veel beter. Maar nu, oh, ik heb zweethandjes en heb ik nooit. Oeh, spannend. Ik ga je helpen, ja. Oké, okay, de volgende. Hoe hoog zou dit zijn, denk je? Oh, ik denk hoog genoeg. Netjes. Hier, dat kan jij makkelijk, joh. Holy shit. Holy shit. De pizza, pepperoni, stagioni, formaggi, quattracci. Wajo. Hey, dit is wel hoog hoor. Ik ben nu nog harder aan het zweten. Maar you got this.
Yes, je hebt het gehaald. Kilo zweet, maar ik ben er. Als je dat maar weet. Lekker maar run. Okay. Yes. Oké, weet je wat echt ziek is? Hier moet ik dus doorheen. En daar moet ik doorheen kruipen. Juist, dat wordt wat. Oh, deze gaan heen en weer. Oké, daar ga ik. Oh my god. Wat is dit? Dit is echt ziek hoor. Oh mijn god, hier moet ik de overstap maken van de ene canyon naar de andere. Wee-o! Oh mijn god. Klein stukje lopen. Oeh. Yes! Ik ben er weer! Hey, dit laatste stukje lopen is enger dan in die kooitjes. Ja? Ja. Oké, ik ga nu. Woe! Ik vind het zo sick dat Myron gewoon altijd gewoon vol gas gaat, hè? Hey, daar gaat iemand ziplinen. Woe! Ja, hè? Dat is wel spannender. Hoppakee. Nice. Goed gedaan. Ja, ik ook niet normaal. Ik denk ook dat het nu ongeveer het heetste van de dag is. Ja, omdat het ongeveer 2 uur in de middag is. Oké, daar gaat Fran. Nou, wij gaan maar weer door, denk ik. Kom op, Fran. Oké, wat moet je hier doen dan? Freaking Tarzan sprong. Ik moet gewoon spullen. Heb ik alles goed zo? Ja, hè? Dat begint toch te twijfelen. Dat ding vast en die vast, ja. Deze en die. Holy shit. Hoeveel meter zou dat zijn? Ik heb ooit een parcours gedaan. Dat was het engste wat ik ooit heb gedaan zo hard. Dat was 18 meter. Ja. 18 meter hoog. Yes! Ik ben er! Oké, dit was vet mensen. Even deze nog meenemen. Hoppakee. Gaan we weer verder omhoog. Hoppa, netjes hoor. En nu moet je eerst erop klimmen. Ja? Ja, eerst erop klimmen. Omhoog. Zo. Lekker hoor. Toem, toem, toedoedoem, toem, toedoedoem, toem, toedoedoem. Zo, deze is best spannend. Gaat hij goed? Ja. Best spannend hè? Hij is wankel, ja. Nou, je doet het wel weer even hoor. Komt-ie. Nou, vooral jij. Hoppakee. Dat vind ik vooral knap, als je hoogtevrees hebt. Ja, ik ben wel weer een beetje aan het trillen. Dit is wel echt weer heel hoog. Holy shit, niet normaal. Vind je het geen fijn gevoel dat je gewoon vast zit? Ja, maar daar denk je dan niet aan. Dat is moeilijk. Je denkt nog steeds dat je kan vallen. Ja, ik weet niet. Het is gewoon de hoogte doet iets met je lichaam. Dat is het. Het is niet het vallen of ergens aan vastzitten. Het is echt gewoon de hoogte doet iets met je. En ja, daar kan je gewoon bijna niks aan doen. Nee. Ik moet wel zeggen, eerst had ik het al op 10 meter hoogte. Maar nu heb ik het op deze hoogte. En dit is wel hoger dan 10. Ja, dat sowieso. Ik denk dat dit iets van 15 meter hoog is. Dus ik ga er wel op vooruit. Ja, daar ben ik blij om. Oké, we gaan naar de volgende. Oh nee. Ja, deze wordt wel... Deze wordt heel pittig. Deze wordt echt heel pittig. Durf je deze niet? Ja, hoe moet ik me vasthouden? Je moet daarop gaan staan. Hierop gaan staan en hier gaan vasthouden? Dat kan niet. Oh, jouw rug is ook zo bezweet. Ja, niet normaal. Ik vind deze echt heel eng. Ja? Ja, wat is er dan voor iets? Kijk deze palen. Daar moet je op gaan staan. Ja. Maar ja, één ding scheelt. Als je valt, dan lig je niet beneden op de grond, maar dan word je gewoon tegengehouden. Ja, ik wou zo graag dat ik een van de jongens was nu. Ja, dat is gek dan, hè? Daar ga je zo over nadenken. Ja, maar ik ga het wel doen. Hierop gaan staan en hier aan vasthouden? Dat kan niet, joh. Kijk dan. Kijk. Ja, niet normaal. Ik vind deze echt heel eng. Ja? Oh my god, oh my god. Holy shit, holy shit.
Oh, ik heb zo'n zin in macaroni. Ik wil zo graag nog een keer macaroni eten. Oh, macaroni alsjeblieft, macaroni. Een macaroni vanavond, ja? Ja? Ja. Oh shit, shit. Oh shit. Macaroni! Oh! Macaroni! Hij zit nog vast, hè? Ja, hij zit nog vast. Dit is echt spannend, hè? Komt goed. Die zijn zo glad straks van mijn zweet. Ja. Ja, en kom ik nog. Jij hebt ook zweethandjes. Ja, nou. Ja, echt niet normaal. Francis die heeft echt gewoon, die kan een fles vullen met al zweet van de handen en de voeten. Echt ziek, hoor. Kom op, je bent er bijna. Nog drie. Yes! Ik ga nog een keer macaroni eten! Woe! Lekker, Myron. Vond je hem spannend? Een beetje. Oh, sick. Hé, maar dit vind ik echt niet leuk. Dit vind ik echt niet leuk. We moeten nog hoger. We moeten nog hoger. Ja, ik wil even weten wat er verder gaat komen allemaal wel. Anders dan kap ik hem mee. Kun je niet weten. Je kan niet kappen. Je kan niet meer naar beneden. Ik kap die boom, man. Nee. Ik ben echt, ik stink zo erg. Ja, ik ook hoor. We zweten echt ik vind heel het erg. Nu al lullig voor die man die ons brengt straks met het busje weer naar de camping. Ja, maar het is ook 38 graden, hè? Nee, ik vind dit echt, ik vind dit een nice. We zijn genaaid. Ik ben genaaid. Jij bent genaaid. Wij vinden het allemaal leuk. Ik ben echt genaaid. Ik ben genaaid, Daniel. Ik ben genaaid. Fuck! Oh, kut. Ik vind het echt niet leuk. Mijn ding gaat al los. Wat gaat al los? Oh, ik ben die andere ook niet vastgeklikt. Ik word slordig. Ik word slordig, serieus. Is niet de bedoeling, hè, dit? Oh, nee! Mag ik rijden? Ah! Ik vind echt kut dit. Ik vind echt kut. Ik, waarom doe ik dit ook altijd? Ah, oh, ik vind het echt zo dom weer van mezelf. Nee. Nou, echt. Ik vind het zo dom van mezelf dat ik dan weer zeg... Ik ben wel eens voor een nieuwe uitdaging. En dan straks als je beneden bent, ben je echt blij dat je het gedaan hebt. Ze naaien ons echt erbij, want blauw stelt geen rol voor. Rood is al helemaal makkelijker, maar dit is in één keer echt dom hoog, hè? Dan zie je natuurlijk weer die kleine koters gewoon klimmen alsof ze geen angst kennen. Trouwens. Daar word ik ook strontziek van. Van die koters, van die kinderen die gewoon alles doen, hè? Ga nou klimmen, niet meer praten. Ja, ik sta nog op een paal. Francis staat gewoon nog op een paal om te knuffelen. Even een terugblik naar Thijs, toen jullie ook zo stonden. Ik heb Thijs een motivatiefilmpje nodig. Die ga ik nu even kijken. Ik ga hem wel even snel aan je laten zien, ja? Ja. Het meest gesloten boek op dit moment. We zijn met z'n drieën en we gaan met z'n allen verzorgen dat we dit parcours gaan afmaken. We gaan rustig blijven, naar elkaar aankijken. We gaan kijken welke mogelijkheden kunnen wij aan elkaar bieden, zodat we onszelf kunnen ontwikkelen. Dus Enzo is een beetje zenuwachtig, Bo is best zelfverzekerd. En ik heb er ook best wel veel moeite mee. Dus misschien kunnen wij samen eventueel, hè? Okay, Thijs, bedankt voor de motivatie. Thijs, love. Ik hoor de ambulance al, hè? De ambulance komt er niet in. Nee, doe maar. Domme, wie verzint dit? Oh, jongens. Je moet wel ook nog deze doen, hè? Oh, jongens. Oh, help mij. Hij gaat weer los. Ruben. Hij is niet... Ik kom weer terug. Nee. Blijf daar. Ik klik hem wel vast. Blijf staan. Ja? Ja. Marvin, ik heb echt je hulp nodig. Ja, en deze. Oh, nee. Ik doe dit niet meer. Als er nog een zwart is, ik kap ermee. Echt, ik ga ijsje eten. Ik geloof in je. Als je dit gedaan hebt, dan ben je alleen maar blij dat je het gedaan hebt. Mijn telefoon glijdt wel uit mijn handen, omdat ik zulke zweethandjes heb. Hé, Marvin, ik wil er echt mee kappen. Nee, je gaat er niet mee kappen. Oh nee, ik wil echt niet meer. Kom op, Enzo. Knolpower! Oh, daar glijdt mijn handen, ik heb zweet. Ik ben er, ik ben er. Ik kom meteen achter je aan, ja? Dan staan we daar samen. Ik ga hangen. Ik wil even jou filmen, hoor. Nee, schat, ik kan echt niet meer. Nee, ik kan niet meer. Je kan echt maar op mij wachten. Ah! Oh shit, oh shit. Yes. Yes, ik ben er. Oh mijn god. Yes, ik ben er. Yes, yes. Oh, mijn hartslag. Oh mijn god, dames en heren. Als je twijfels hebt over zo'n klimparcours, niet doen. Ik zweer het je, ik vind het zo eng.
Oh, niet normaal. Oh, oh, oh. Niet normaal. Dit is zo hoog. Verdomme. Dan doe ik dit ook weer. Oh, ik ga snel verder. Ik ga verder. Ik durf niet meer te wachten. Ik ga verder. Oh, waarom... Verdomme. Myron, ik vind het echt eng. Ja, wat? Je kan toch even wachten? Ik vind het toch eng? Ik wil gaan. Nee, maar kom maar snel. Kom maar snel. Is echt niet chill, hè, dit. Oh, die hele boom gaat heen weer. Holy shit. Myron, doe normaal. Die hele boom ging heen en weer. Ik zweer het je, Myron. Ja, ik kan niet mezelf trekken. Jawel, trek dan. Je moet trekken, kracht. In je armen. Oh, deze. Juist. Pak die knoop. Juist. Ik wil je even... Wacht, ik pak even mijn... Nee, ik moet echt gaan, Myron. Nee, ik moet even iets laten zien. Ik heb een afspraak, anders kom ik te laat. Ik moet even iets zijn. Nee, ik moet echt gaan. Schat, ik moet één ding aan je laten zien. Myron, ik wil echt heel graag heel snel hier doorheen. Wat ga je nou laten zien? Ik wil je even vertellen dat ik echt super trots op je ben. Dankjewel. Want weet je, op het punt waar jij net niet verder kon, daar kon je wel naar beneden. Oh, hou je mond. Er was een lagere. Echt? Ja. Doe mij nu gewoon het hogere level. Ja, we doen het hogere level. Er was één aan de zijkant. Zie je het? Oh, wat dom. Ik zie het. Je kon daar verdomme gewoon... Ja, en ik... Je had twee niveaus. Ja. Je had eentje hoger en de tweede. En wij doen de tweede. Dat is gewoon Nederlands dom. Domme! Ik had hem gezien, maar toen ging je al bijna omhoog. Toen dacht ik, nee, ik laat je wel omhoog gaan. Ja, ik ga nu. Echt niet normaal. Ga maar door, doe maar. Ik ga nu echt... Oh, ik moet echt nu snel. Oh, waarom heb ik hier geen extra beveiliging dan? Fuck, die trap is ook helemaal niet goed. Oh shit. Myron. Ja, komt goed. Pas op voor die boom. Lekker, friend. Heb je nou in je broek gepoept? Ik ben op de helft, toch? Lekker, schat. Nog één stapje. Eén. Yes! Woo! Yes! Kom. Myron, ik ga. Oh shit. Oh fuck! Holy shit! Oh shit! Yes! Hoppa! We gaan naar beneden. Yes, we gaan naar beneden, mensen. Oh, zo chill. We gaan steeds meer naar beneden. We gaan steeds meer naar beneden, mensen. Ik herhaal, we gaan steeds meer naar beneden. Ik ben helemaal kapot. Ik ben echt helemaal kapot. Oh, oh, oh. Dit is echt pittiger dan ik dacht. Oké, daar ga ik weer. Auw, stoot mijn hoofd. See you on the other side. Yes. Yes? Ja. Zit ik goed vast? Ja. Doei. Hoppa! Joe!
Hoppa, perfect. Perfect vastgepakt, ook al zeg ik het zelf. Heerlijk dit. Goed vastpakken. Ja, netjes. Hey. Netjes hoor, Marwen. Oké, nu komen we weer op een heel eng stuk. Is dat zo? Ja. En daarna weer een zipline en dan hopelijk een zipline naar beneden. Ik denk het wel. Ik denk dat we bijna klaar zijn. Dat denk ik ook. Oh yes, zo trots op mezelf. Let's go. Ik ben ook trots op je. Kijk eens op je voet. Wat om mijn voet. Oh, schat. Ja. Schat, niet kutten. Ik zag hem niet. Ja, ik zag hem. Beter dat je hem niet zag dan meer daar. Ja, maar dit vind ik echt heel eng, hè? Ja, weet ik. Schat, deze hangt heel los. Dit is de laatste. Dat ja. Is de laatste. Denk ik ook. Oké, okay, dit kan ik, hè? Dit is echt de laatste stap. En dan ben ik er. Maar dit vind ik echt heel eng. Ja, dit is een heel klein stukje en die is echt heel hoog. Maar jij kan dit. Oh, ik sta echt nu heel erg te trillen. Ja. Nee, maar je moet nu gewoon gaan. Netjes. Hoppakee, je bent al op de helft. Echt waar? Klein stukje nog. Yes! 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 Goed zo, schat. Oh, ik wil weg. Ja, ga maar meteen naar beneden, ja? Ja. Ik kom eraan. Oh, dames en heren, ik ben zo trots op mezelf. Oké, de laatste zipline. De laatste freaking zipline. Oké, daar komt Frances aan met de zipline. Woehoe! Lekker, Fren! Lekker, Fren. Ja, dat vind ik echt goed, hè? Oké, hoe ga jij hierop, Myron? Wat? Ga je hier goed op? Ja. Ja? Ja, daar ga ik wel goed op. Hallo! Oh, ze zwaait gewoon naar beneden, wat een gek. Hier, ik ben moe spugen bijna, hè? Zo erg. Echt? Ja, joh. Ik heb nu alleen geen ruimte om bij jou te staan. Nee, ik ga nu zipline, ja? Ja. Oké, jongens, ook de laatste voor mij. Even wachten tot Enzo uit het net is. Francis is hier, Daniel is daar. De laatste die we naar beneden gaan. De laatste, jongens, daar ga ik. Lekker hoor, Myron. Oi, oi, oi. Ik ben trots op je. Oi, oi, oi. Oh, je bent helemaal nat. Ik ben helemaal nat. Is niet normaal. Goed gedaan. Dankjewel. Zonder jou was het me niet gelukt. Jawel, ook wel. Ik had echt even hulp nodig. Oh, oh. Nou, daar komt Fren. Daar komt Francis met de laatste zipline van Zwart. Hoppa! Lekker hoor. Daar komt Daniel. De laatste. Oké, dames en heren. Ik heb het dus overleefd. Heel erg blij mee. Het was een hele uitdaging. Nu ik zo op de grond sta, denk ik van jongen en zo. Had je niet even wat stoerder kunnen doen? Nee, maar boeien. Het was echt super vet. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. Het was onwijs kicken. En we gaan nu weer in het busje stappen. En dan gaan we weer terug naar de camping. Of naar de garage waar de camper staat. Dat is even een twijfel. We weten nog niet of die gemaakt is. Dus daar gaan we nu tijdens de busrit eventjes over bellen. Maar in ieder geval weer lekker in deze bus met airco. Oh, heerlijk. Het is echt gewoon... Nou, gisteren was de warmste dag van de hele maand. En vandaag de één na warmste. Niet normaal. Dus ik ben blij dat we serieus hier tussen de bomen lekker hebben geklommen. En dat het niet zo'n open veld was als dit. Oh, wat lekker. Doei doei! De man die met onze camper bezig was, die moest naar het ziekenhuis. Huh? Ja,
Dus hij zei ja, ze zijn nu vervanging aan het zoeken of die man komt straks terug en dan gaat hij verder. Maar ze moesten nog achterhalen wat er mis was met de camper. Dan moeten ze nog checken of de prijs goed is bij ons, want dan krijg je zeg maar een soort van offerte. Ja. En dan pas gaan ze het maken. Dus het is echt nog lang niet klaar. Ik denk dat het vandaag echt niet klaar komt. Oh, dus dan is het echt nog spannend of we morgen naar huis kunnen. Ja, ja, zo. Ja, anders gewoon zonder dat het gemaakt wordt naar huis. Ja? Ja, ze kan de werk niet cancelen. Nee, dat snap ik. Ja, je of, zei het al, hè? Of we boeken een vliegticket voor Francis. Nee, we gaan met z'n allen weer naar huis. Maar Marjorie zei het al, van let op, de camper kan vandaag niet gemaakt worden. Ik heb zo'n voorgevoel. Echt? Ja, dat zei Marjorie net. Maar volgens mij doen alle Italianen ook altijd wel een beetje rustig aan. Ja, dat hebben we met alles wel gemerkt, maar ja. Ik weet, kijk, mijn vader heeft natuurlijk ook een garage, hè? En ik weet ook gewoon dat sommige dingen duren ook gewoon best wel lang. En als je zag hoeveel auto's daar binnen stonden. Ja, het was druk. Kijk, een airco is niet heel moeilijk. Maar ze moesten ook naar de remmen kijken. En ze moesten dat de mechanica regelen van die accu's. Ja. Misschien moet er wel een nieuwe accu in. Dat die accu gewoon kapot is. Misschien hebben ze die niet op voorraad. Nou, dan ben je echt een lul hoor. Ja, nee, klopt. En er stonden al meerdere auto's. Meerdere Nederlandse auto's. En ja, weet je. Ik kan er niet van uitgaan dat je als je iets brengt, een auto, garage, motor, wat dan ook, dat dezelfde dag klaar is. Nee, precies. Dus we hebben wel expres de camper in de ochtend al gebracht en we hadden van tevoren gebeld en gezegd van ja, kan het aan het eind van de dag klaar zijn? Ze zeiden van waarschijnlijk wel, maar we moeten even kijken en ja, waarschijnlijk dan toch niet. Maar goed, we wachten het even af. We gaan nu in ieder geval met dit busje naar de camping dan. En dan krijgen we vanzelf wel te horen wanneer we hem kunnen ophalen. Ja. Ja. Zo jammer, hè? Daar hebben we Robert Jan, de man die alles kan. Jeetje, dit heb je echt mooi goed geregeld. Wauw. Ongelooflijk, echt super lekker. Lekkere meloen. Even het geheime slotje openmaken. En dan 3, 2, 1. Het heilige zwembad is geopend. Zijn! Jullie klaar voor Party Boy! Hoi! Stil er niet veel! Party Boy! Swim on! Swim, swim! Swim in the water! I feel! Ik kan jou vertellen hoor, ik ben best aan het bibberen hoor. Koud water? Water is fris. Nee, het is niet koud, het is fris. Oké. Kom je spelen hoor? Ja.
Hoi, alles goed? Ik ben lekker aan het chillen, jongen. Ja, lekker man. Heerlijk. Oh. Wow. Dames en heren, dat was het zwemmen. Super leuk. Mooie beelden weer kunnen maken ook volgens mij. Ik heb even met de drone gevlogen, ja. En ja, ik vond het echt kicken. Was echt lachen. Even lekker verfrissend. We gaan ons nu even omkleden. En dan gaan we weer lekker avond eten. Oh, ik heb zoveel zin in eten. Heerlijk. Au! Ah, ik sta met mijn hak precies op een scherpe steen. Au, au, au. Maar eten, daar had ik het over. Oh, zoveel zin in. En Italianen eten echt bijna alles met brood. We kregen gisteravond ook, kregen we echt zoveel brood. Nou, dat was wel super lekker. Kijk, weet jij wat er is, dames en heren? Robert, die zorgt zo goed voor ons. Ik wil jou een keertje ronddraaien. Oh, dat is prima. Zou die dat dan wel doen? Ja. Hij rent niet goed? Nee. Oké. Okay. Nou, ik zou voorzichtig zijn. Even kijken. Zo, je zit wel ver naar achter. Oh, oh shit. Oh. Waar moet ik heen? Rechtdoor. Oké. Hoppa! Hallo! Hey. Hi! Hoppa! Hoe voelt dat nou, Robert, om zo'n superster te zijn en rondgereden te worden? Ja, dat is ook wel een keer fijn, hè? Dat is gewoon anders. Ja, echt serieus, ze zijn super goed verzorgd hier. Ik vind het zo moeilijk om uit te spreken. Ik ga mijn best doen. Vacanze col cuore. Ja. Het ging redelijk goed, vakantie kon kloren. Ah, dat ging redelijk goed inderdaad. Vakantie vanuit het hart. Oh, daar loopt de poes. Kijk, 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 dames en heren. Als u met z'n allen kijkt naar rechts, dan ziet u een Italiaanse tijger. Oh, ik sta net niet goed. Oh, jullie zien hem net. Hij heeft kippenpoten. Kijk, hij is kippenpootjes aan het eten. Hé. Hey. Daar is er nog een. Poes. Oh, hij is heel bang. Oh, hij is bang. Ja, oh, daar is er nog een onder de tent. Die is daar aan het eten. Ja, Robert, ik moet zeggen, jullie hebben hele mooie tenthoorn. Ja, volgens mij is iedereen dat accent zat. Wow, hou je vast, hou je vast. Oh, ik trap de rem vol in. Ik zweer het je. Ja, achterin maak je het veel heftiger mee, hè. Hoppa. Eén handje aan het stuur. Kan dat? En zo. Oh my god. Oh my god. Dit gaat gewoon. Woe! Hoppa! Ja, ze zeiden altijd al vroeger tegen mij, Enzo moet niet zo slippen hoor. Oké. Okay. Even intrappen. Kijk. Super, dankjewel. Yes. Nou, top. Tot bij de afeten. Ja, tot zover. Ja. Dankjewel, hè. Zeg nou tegen hem dankjewel. Ik heb jou verdomme naar huis gereden. Nee, grafje, grafje, gekheid. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, dit is zo leuk, film. Oh mijn god. Ik was al aan het filmen. Ze hebben allemaal foto's opgehangen van het. Hè, dat meen je niet. Oh mijn god. Oh, wat lachen zeg. Wow, dat is echt super schattig. Het zijn gewoon foto's die ze hebben gemaakt tijdens ons verblijf hier. Kijk, zien jullie dat? Bij je... Wow, ja, er staan echt super veel fans hier op de camping ook. En kijk deze, die is ook echt leuk. Kijk dan hoe schattig, die was tijdens het ontbijt. Ja, je hebt hele kleine oogjes, Myron. Ik wil even alle foto's laten zien. En hier hangt er nog eentje, wat is dit? Oh, dit was van gisteravond. Super leuk, hè? En deze dan? Ja, echt super leuk. Die is ook echt leuk. Wauw, echt super gaaf gedaan. Dit is echt heel nice. Als voorgerecht heb ik parma ham met meloen. En jullie hebben iets heel erg lekkers ook. Bruschetta. Dit zijn maden met... Nee. Het ziet een beetje gek uit, maar ja. Het is super lekker. Oké. En jij hebt welkom to Toscane. Welkom to Toscane. Met allemaal verschillende proeverijtjes. Ja. Lekker hoor. Wat denken jullie dat ik ga bestellen? Ik heb het gezegd hè, vanmiddag. Ja, je zei bij de... Oh, macaroni. Yes! Macaroncini, succine, gamberi e zafferano. I got it. Yes. Macaroni met garnalen.
Nee, nee, nee. Echt wel, Lamberi. Oh, no, no, no. Oh, I got the wrong one. Oh, no, no, I got the wrong one. No, no. Macaroncini, gorgonzola, tartufo, estivo. Oké. Okay. Oh, met gorgonzola en truffel. Ja, macaroni met gorgonzola en summer truffel. Dat klinkt echt moker goed. Juist, ik zei het, hè. Ik wil so ooit much. One carbonara, one pizza with salami. Ja. Yeah. One T-bone en macaroni with gorgonzola en truffel. Yes. Alright. Nice. Ik zei het, hè. Ik wil ooit nog een keer macaroni eten, hè. Woepa! Macaroni. Yes, moet je kijken. Ja, hij is een jatten. Hey, oh, ik keek ook nog, hè. Ja, ik keek gewoon ik die ook. Kant op. Jij ook? Ja. Zo, maar kijk dit, dames en heren. Ik heb mijn macaroni. Oh, met gorgonzola en truffel. En jij hebt carbonara. Ja. Super lekker. En jij hebt pizza? Pizza salami. En jij hebt biefstuk van 1,2 kilo. Ja. Kom op eten ook. Niet normaal. Kom op eten ook. Maar eet smakelijk. Serieus, je ziet de truffelschaafsels er gewoon op liggen. Ja joh, dit is dit perfect. Dit is geen goedkope pasta. Dit is echt een picobello. Super, super gezellige laatste avond zo. Ja jongens, eet smakelijk. Of ene laatste avond, we weten het niet. Het hangt van morgen af. Maar dat vertellen we morgen wel. Hetzelfde Italië in ieder geval. Ja, dat wel. Dames en heren, heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat blauw duimpje omhoog te knallen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zit achter de led. Een goede krijgstoel. Ja, ik zit. Je scheet helaas. Je ging echt zo zitten, zo van, dan komt ie. Nee, dat ga ik hier niet doen. Dat ga ik hier niet doen. Nee, nee. Te kleine, warme ruimte. En oeh, moet je kijken, hij is roze. Dit is nice, hè? Kijk, dit is een oog. Zie je dat? Het is gewoon een mondje zo. Zou je denken dat er zo snel afgeleid is? Zou je denken? Je hebt mijn shirt aan. Ja. Wil ik helemaal niet, eigenlijk. Stinkzweet. Oké, ik heb hier een kabeltje in zitten en die... Internet. Supersnel. Fast. Vlog upload. 4 uur. Yes, op tijd. Morgen ook weer. Bedankt voor het kijken. Zie jullie morgen. Vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke. En Robert weet het ook, hè. Dikke, vette, peace! Deed je mee? Ja. Hey! Yeah. No power!